Hallo en welkom. In het filmpje leer ik je cijferen delen met nauwkeurigheid. Je kan al cijferen delen, ja. Maar vandaag komt er nog iets bij. Stel dat je 125 gaat delen door 6. En je ziet er dit staan. 0,01 nauwkeurig. Wat moet je dan doen? Dat ga ik je nu uitleggen. Je schrijft eerst en vooral 125 gedeeld door 6. Maar nu staat hier tot op 0,01 nauwkeurig. Dus dat wil zeggen tot op 100ste ga je nauwkeurig moeten werken, ga je moeten uitcijferen. Ja, als je dit ziet, je ziet hier 100ste, dus dat wil zeggen tot op 2 cijfers na de komma. En je gaat al op voorhand 2 nulletjes bijschrijven. Dus je weet dat je verder, je moet tot na de komma gaan, tot aan de 100ste. Ja, ik zal ook heel eventjes hierboven schrijven. Dit zijn de eenheden, de tiende, de 100ste. Oké, we gaan dit nu eens even uitwerken. We gaan hier onmiddellijk een brugje moeten maken. 12. De 6 gaat 2 keer in de 12. 12 min 12, dat is 0. We halen de 5 naar beneden. De 6 gaat 0 keer in de 5. 0 maal 6 is 0. 5 min 0, dat blijft 5. Oké, we zijn nu eigenlijk gekomen tot het punt waar we zouden moeten stoppen. Maar aangezien dat ik mijn nauwkeurigheid heb tot op 2 cijfers na de komma, gaan we verder. Dus dat wil ook zeggen dat we hier de komma moeten plaatsen. Van zodra dat we de komma hebben geplaatst, kunnen wij de 0 naar beneden halen. 50. De 6 gaat 8 keer in de 50. 8 maal 6 is 48. 50 min 48, dat is 2. We halen de 0 naar beneden. Dat wordt 20. De 6 gaat 3 keer in de 20, want 3 maal 6 is 18. 20 min 18, dat is 2. Oké, tot zover hebben we alles uitgerekend. We kunnen nu zeggen, 125 gedeeld door 6 tot op een 100ste nauwkeurig is 20,83. En de rest, daarvoor moeten we gaan kijken waar we gestopt zijn. We zijn hier bij de 2 gestopt, maar die 2, dat zijn geen 2 eenheden. Als wij nu gaan kijken, mijn 2 komt van de 0, hier zo. En die 2, die staat eigenlijk 2 cijfers achter de komma. Dus kan ik zeggen, mijn rest is 0,02. Of 200ste. Ik ga je nog een voorbeeld geven. Dit eerst even wissen. Stel dat je 16,3 moet delen door 3. En dat tot op 1000ste nauwkeurig. Dan gaan we als volgt te werk. 16,3 schrijven we over in onze cijferoefening, gedeeld door 3. En we weten nu dat we tot op 1000ste nauwkeurig moeten uitwerken. 1000ste, dat zijn 3 cijfers achter de komma. Maar ik heb al 1 cijfer achter de komma, dus vullen we bij tot aan de 1000ste. Als ik je dit even laat zien, dit zijn de eenheden, tienden, 100ste en 1000ste. En nu gaan we weer kunnen uitwerken. We gaan hier opnieuw met een brugje werken. We hebben hier onmiddellijk 16. De 3 gaat er 5 keer in. 5 maal 3 is 15. 16 min 15, dat is 1. We komen hier onmiddellijk aan de komma. Die nemen we mee over. En we halen de 3 naar onder. 13. De 13, als we gaan kijken, de 3 kan er 4 keer in. 4 maal 3, dat is 12. 13 min 12, dat is 1. We halen de 0 naar beneden. De 3
gaat 3 keer in de 10. 10 min 9, dat is 1. En dan halen we nog de laatste 0 naar beneden. 10. Die gaat opnieuw 3 keer. Dat is 9. 10 min 9 is 1. In dit geval kunnen we zeggen 16,3 gedeeld door 3 is 5,433. En mijn rest, daarvoor moeten we weer gaan kijken tot waar we zijn gekomen. In dit geval zijn we gekomen tot aan de duizendste. En kunnen we dus zeggen 0,001. Mijn rest is 1/1000ste. Goed, tijd voor een oefening. Ik wil dat je de volgende deling gaat uitrekenen. Je cijfert uit 188 gedeeld door 9 en dat tot op 0,1 nauwkeurig. En als je daarmee klaar bent, dan ga je 27,5 delen door 3 en dit tot op 1/100ste nauwkeurig. Bij beide delingen wil ik ook de rest weten. Veel succes!